Hallo allemaal, welkom bij een nieuw filmpje van de wollige Winterbingo 2022. Ik weet dat we al in 2023 zijn, maar ik ben dit gestart vorig jaar. Vorige week is er geen filmpje gekomen, omdat andere zaken eventjes mijn aandacht vroegen. En ja, dat gaat voor op YouTube. Dingen die, wat nodig is, is nodig. Dus vandaar is er vorige week geen filmpje gekomen, maar vandaag dus wel. Vorige week had ik, eventjes kijken, nummertje 1 getrokken. Hey, ondertussen hebben we al een heel pakje papiertjes bij elkaar gekregen. En ben ik aan de Odenneboomsocks van Mirjam Molenbeek begonnen. Eens eventjes kijken hoe dat... zo. Dus dat is met mooie... ik sta nu helemaal rond mijn statief. Maar met mooie dennenboompjes. Hier van boven zit eigenlijk in het donkere garen ook nog een werkje. En hier zit ook nog een lijn. Maar bij het breien bleek het contrast toch iets kleiner te zijn dan ik verwacht had. De hiel daarentegen geeft wel heel mooi contrast. En de teen wordt binnenkort ook nog in dit okergeel. Het zijn wel dennenboompjes, het zijn kerstsokken, maar ik heb helemaal andere kleuren. Ik heb eigenlijk de kleuren gekozen van mijn Steven West sjaal. Daar vond ik die heel mooi samen. En ik vind het wel grappig geworden. De tweede sok wordt... Het geel blijft hetzelfde, maar het lichtroze wordt donkerroos en het donkerroze gaat lichtroos worden. Dus ze gaan duidelijk wel bij elkaar passen, maar het gaan toch andere sokken zijn. Dat doe ik omdat ik denk dat ik anders niet genoeg garen ga over hebben. Maar nu gaan we over tot de trekking van een nieuw nummertje. En ik heb gemerkt dat ik nummertje 5 nog moet doen en nummertje... 9. Nummer 9, dat gaat een nieuwe opzet zijn. Nummer 5, een project naar keuze. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet bedacht welk project dat dan gaat zijn. Maar ik ga eerst kijken of ik het trek. En als ik het niet trek, dan moet ik mij er nu niet geen zorgen over maken. En als ik het wel trek, dan ga ik er heel eventjes over nadenken. Dit is mijn... En het is nummertje 5, dus ik heb inderdaad een project naar keuze. Vind ik een moeilijke. Ik ben op dit moment niet zo in kiezen. Dus weten wat ik ga doen? Ik ga mijn andere papiertjes in mijn bakje terugsteken... En ik ga gewoon een nieuw kaartje trekken. Lijkt me eigenlijk wel een goed idee om dat te doen. Want ik ben op dit moment helemaal niet in de toestand dat ik een beslissing ga kunnen nemen. Dus gaan we dat gewoon zo doen. Eventjes alle kaartjes terug opplooien. Ze. Ik weet ook wel dat ik sommige projecten al af heb. Maar dan zien we wel weer. Zo... Zo, er allemaal in. Even ze er allemaal in proppen. Er allemaal in doen. Oké, en we gaan opnieuw trekken. Dus een project naar keuze, dat eigenlijk... Ik ben niet aan het kijken nu, dus ik kijk naar de andere kant. Project nummer 2, dat is mijn schaakbordteken. Goh, dat is op dit moment een beetje... Nee. Ik denk, had ik nu een bolletje... Ik ga eventjes mijn project erbij halen, dit project, en dan ben ik zo terug. Momentje. Zo, hier ben ik terug. Ik ga eventjes deze dingen uit de weg leggen. Dat is een beetje handiger, want het deken is nogal groot. Sorry voor het wiebelen. Dit is mijn schaakborddeken. En ik dacht dat ik geen bolletje meer had, maar ik heb er toch nog eentje. Dat is dit. Nu, mocht dit bolletje dat ik nog moet opdraaien, dat kan ik ze biedt wel doen, mocht dit bolletje toch niet voldoende zijn voor heel de week door te komen, dan ga ik gewoon een nieuw nummertje uitkiezen. En ga ik verder met dat
patroontje. Ja, ik laat mij graag verrassen. Dat is eigenlijk wel plezierig. Nu, wat ik zeker deze week ook ga doen, ik heb eventjes terug de spinkriebels gekregen, dus ik ga zeker ook een beetje spinnen. Maar hier ga ik ook zeker aan werken. Ik ga dit al verschuiven. Deze ga ik verschuiven en dan kunnen we heel goed zien, zo naar hier ergens. En dan kunnen we tegen volgende week donderdag weer zien wat, hoe ver ik gekomen ben met dit deken. Wat wou ik nog zeggen? Ah ja, volgende week zal waarschijnlijk het filmpje terug iets vroeger komen, maar deze ochtend moest ik werken en ik kan nu eenmaal niet op twee plekken tegelijk zijn. Oké, ik ga met dit teken aan de slag. Heel veel zin in terug, heel leuk. Mooi bolletje wol dat ik ga opkeken. En ik zie jullie volgende week terug. Bye!